Laten we een supermesh bekijken vandaag. We hebben afgesproken bij supermesh dat we naar de buitenste maas kijken. De grote buitenste maas. En je weet, bij mesh of supermesh is altijd sigma u is 0. De tweede wet van Kirchhoff en dit is de buitenste maas. Altijd in de richting van de wezens van de klok. Dus mee met de wezens van de klok. Altijd. Met de wijzers van de klok mee. En dan hebben we één geluk. Als we langs die bron gaan, gaan we van, plus, van min naar plus. Dus dan mogen we zeggen positief 8. We gaan kijken hoeveel weerstanden we tegenkomen. Eentje van 2, eentje van 8. Bij die van 2 stroomt er een stroom van I3. En bij die van 8 stroomt er een stroom I2. Dus dan krijgen we. Deze mooie vergelijking. Om onze som op te lossen verder, mogen we een knoopje nemen. En het is meestal zo dat ze deze knoop nemen. Heel goed, geen, geen probleem. Dan zeg je natuurlijk sigma i is 0. En dan kijk je, daar heb je drie stromen. Wie komt, wie gaat. Hij gaat weg. En deze twee komen. Dus hij is aan deze kant. I1, deze kant van het is-teken. En degene die aankomen. Die zijn aan deze kant van het is-teken. Dit is de bron. Dus daarom zeggen we dat hij 4 is. Kijk maar, de bron gaat naar het knooppunt toe. Dus 4. Dit is 4 vanwege die bron. Ja? Oké. Okay. Maar dan heb je nog een maas. Waar je naar kan kijken. Je mag. En die maas. Naar eigen keuze hoor, wat je wil. Mag je niet, maar sommige studenten zeggen: We willen graag een maas zonder bronnen. Ze vinden dat makkelijk. Dus ze hebben voor deze maas gekozen. Geen bron, dat zeg je 0 is. 3 uh, weerstanden, dat tel je zo op. En dan heb je dus die, in die maas I3. Natuurlijk ga je kijken dat je hier ook I1 hebt tegengesteld, dus je gaat hem aftrekken. En hier ook tegengesteld i2, dus ook aftrekken. Ja? Werken we hem verder uit, dan krijgen we dit. Nu gaan we hierin, die overal waar i3 staat, gaan we dit schrijven. En overal waar i1 staat, gaan we dit schrijven. Gewoon substitueren hier dat. Dus dan gaan we daarvan dit krijgen. Ja? Even uitrekenen, dus 8i3, maar dan vervangen we dat met 4 min 4, min 2i1 vervangen we dan met 4 plus i2 en dit blijft dan min 4i2. Dan krijg je hier 8 maal 4 is 32, 8 maal min 4 is min 32. Min 2 maal 4 is min 8 en min 2 maal 1 is min 2 en dit blijft zo. Dan tel je alle i2's bij elkaar op en alle getallen ook en dan krijg je dus voor je i2 dit. Om je i1 te vinden ga je die i2 zo hierin substitueren, krijg je dit. En je i3, daar vul je die i2 in en dan krijg je dit. En dat is een super mesh.